leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik met Jane de Blind Makeup Challenge doen. Ik ben met Jane thuis en we hebben hier allemaal make-up liggen. En de Blind Makeup Challenge houdt gewoon in dat één geblinddoekt is en de ander gaat opmaken. En niet weten wat hij pakt en zo. Ik haal wel even mijn mascara eraf. Oh ja. We gaan elkaar doen, dus Jane doet mij en ik doe haar. Het klepje staat nu nog omhoog, dus we kunnen nu onszelf nog zien. Maar we gaan hem zo meteen naar beneden doen. En dan op het laatst, als we elkaar allebei hebben gedaan, gaan we het eindresultaat bekijken. Ben je bang? Dit wordt een hel. Er staat iemand achter de deur. Ja, de deur. En dat is heel jammer voor hun, maar we gaan niet roepen. Oké, wil jij beginnen bij mij of moet ik beginnen bij jou? Ik ga wel beginnen bij jou. Okay. Dus ik ga als eerst gaan doen. Oké, ik ga het klepje omdraaien, ja? Ja. Oké, jij moet dat. Oké, zal ik mijn mascara erop plaatsen? We hebben fans. Hé, hey, maar nu kan je eronder doorkijken. Kun je wel even een douche hier dan? Switch view. Switch view. Ja, oké, ik zie hem. Wat de fuck? Switch view. Oké, ik zet mijn make-up hier. En mijn mascara zo zit er nog op, maar daar kan je gaan overheen. Switch view. Oké, mag gaan we beginnen? Ja. Ja, maar jij kent natuurlijk al je make-up hoe het voelt en zo. Ja, maar die, al die stokjes natuurlijk. Oh, die stokjes. En trouwens, Jane heeft ook een YouTube-kanaal. Ik post alleen niet heel veel hier. Maar soms wel. Ook, zeg maar, toen ik naar Ibiza was, was ik met Jane. Ze heeft ook allemaal vlogs erop staan. Dus, hier. Dus als je die nou wilt zien, moet je die even gaan kijken. Oh my god. Weet je wat dit is, wat je nu mijn hoofd smeert? Volgens mij mijn poeder. Oh. Ze wordt lekker oranje, want ik ben veel donkerder dan mijn Er zit een doekje voor je mond. Gelukkig heb je make-up doekjes. Nou, gelukkig ben ik met de auto met papa. We doen wel de look als je naar de discotheek gaat. Toch? Ja, maak je een disco look? Ja, ik ga bij jou denk ik een bruidsmake-upje maken. Oké. Kijk of best wel erg gelukkig van wordt. Oké. Wat is dit? Weet je? Oh, ik denk dat dit een rouge is. Een korstje. Ja, dit is dus een schuine kwast. Doe je dat nou op je broek? Doe maar even je lipjes op tijd. Lipjes? Oh, zo'n dukfeestje. Ja. Oh my god. Oh my god, pas op voor je bed. Waar ben je? Oh, hier. Ja. Oh my god, wat je in je bed. En je broek, wacht. Ja, geen idee. Ik moet toch mijn bed weer verzamelen. Oké. Volgende stap, wat wordt dat? Ik ben op zoek naar iets wat glittert. Ik denk deze. Of die, deze. Zonder welke make-up product kan je echt de deur niet uit. Weet je wat, ik doe het gewoon allebei. Weet ik zeker dat als ik houd wel even die boven de tafel. Maar welk make-up product doe je altijd op je gezicht als je de deur uit gaat? Of het liefst? Het liefst? Welk make-up product? Ja. Sowieso altijd mascara. Want zonder mascara kan ik echt de deur niet uit. Zo. Ik ben benieuwd of je het ziet eigenlijk. Zal ik even kijken? Nee. Oh mijn godje. Zo. Ik heb het toen ik in groep 8 zat, een keer met Dagmar gedaan. Ja, we hebben het ook al een keer eerder gedaan. Toen waren we ook in groep 8 of zo. Ja, zoiets. Toen hebben we het ook gevuld met de eipen, maar volgens mij staat dat er niet meer op. Was dat toen niet met jouw iPad? Nee, want ik heb nooit een eigen iPad gehad. Ik kan ook altijd een beetje ik heb wel een nog, neus zo doen. Weet je wat ik wel nog heb van ons? De Cinnamon Challenge. Oh my god. Heftig, joh. Dat doe ik echt nooit meer. Nee, dat was zo bizar. Oh, ik ging echt bijna over me. Oh, pardon. Oh, dit is een lippotloodje, denk ik. Ik hoop het. Ja,
my god. Ik weet mijn god niet waar ik zit. Zo. Waar is het domme tand? Waar is nu die lipstick? Hoort hij erbij? Nou, ik zou niet zo ver uit hem. Straks breekt hij, wacht. Ja. Doe maar even je lip gewoon op elkaar. Voordat hij dadelijk... Hij ruikt wel lekker. Zo. Jij gaat zeker niet de deur uit zonder je wenkbrauwen te doen. Nou, tenzij ik mijn wenkbrauwen geverfd heb, dan wel. Wil je mascara of vind je dat te eng? Nee, doe maar. Ik hou wel mijn ogen dicht, ja? Ja, doe maar. Eerst even voelen waar je... Krijg geen oogschaduw op. Oh ja. Wacht, even zoeken. Deze heb ik al gehad net. Dit is die... Nee, dat is het niet. Deze. Oh my god, het zijn ook echt fucking donkere kleuren. Ja, dit is dan een smoky eye te maken. Oh. Nee. Oh, maar ik moet wel je wenkbrauwen. Zal ik je wenkbrauwen ook tekenen? Ja hoor, meid. Wacht, ik begin wel eerst met een... Zo, dit is echt irritant, man. Alles ligt bij elkaar. Ik ben gewoon op zoek naar een kras. Moet ik je helpen? Nee, ik ga je niet helpen. Nee, alleen als ik de top of zo, weet je wel. Als ik dat er niet op doe, dan moet jij even helpen. Ja. Fuck, het is ook een kwast. Ik geloof dit wel. Doe wel even een paar kleurtjes door elkaar. Oh my god. Nou, dit gaat dus mooi in de crease. En daar krijg je dus een hele mooie smoky eye van. Zoals je kan zien. Oh my god. Ja, mijn make-up moeten doen met kerstje. Had echt perfect geweest. Ik denk dat ik het echt een beetje aan het verpesten ben, dat je daar kan clownen. Nou, ik denk dat je vooral je palet aan het verpesten bent. Maar dat geeft niet. Je weet toch, Primark dingen. Als je hem wil, jongens, deze van de Primark. Maar goed dat je je nieuwe make-up niet gepakt hebt. Die zit er ook tussen hoor. Welke dan? Van bijna Kiko? Alles van Kiko. Oh, maar dat heb je niet verneukt. Ja. Is dat een nieuwe look, dit zoiets? Ik denk het ja. Dit is de 2019 look, jongens. Als jullie het willen, ik ben make-up artist. En zo goed dat ik zelfs blind het kan doen. Dus ja, oké. Okay. Wel hier een borstel. Ga ik even je winkies even borstelen. De borstelen gaan nog best goed. Echt ziek moeilijk. Oké, okay, ik ben op zoek naar een potloodje. Dit is een potloodje, maar het zou ook... Oh. Het zou ook zomaar een... Dit is die lippenstift, die heb ik net gehad. Heb jij ook al mijn. Ik ben op zoek naar één flesje of een potloodje. Ja. Dit is de mascara. Wacht, die leg ik even apart. Die heb ik daar nodig. Maar wat zoek je? Je kan het ook wel mee. Dat is eyeliner, of niet? Ja, maar dat kan toch ook gewoon? Voor mijn wenkies? Ja. Niet goed? Je mag wel een eyeliner zetten bij me. Kan je dat? Ja, kan ik ook. Waar is je oog? Hier. Maar!
beetje. Oké, dan moet die andere ook, anders is die niet gelijk. Ja. Wacht, ja, kom maar. Oh, hier, ja. Ja, is wel goed. Oké. Even mijn hand schoonmaken. Even je wenk even. Dat potloodje net in je handen. En nu niet meer. Deze? Nee. Hier. Althans, ik denk dat jij het voor je wenkjes gebruikt. Heeft hij wel nog een... Nee, ik doe mijn wenkjes niet. Heeft hij wel nog een... puntje, ja. Puntje? Sowieso gaan we het helemaal stuk om deze video. Laat je ook af en toe even je hoofd aan de camera zien. Vinden jullie het mooi? Ik kan namelijk nog niks zien. Oh, mascara. Oh, joepie. Oké. Dat je nog genoeg make-up op je hebt. Ja, en anders heb ik ook nog in de badkamer. Oké. Okay. Maar voor mijn gevoel gaat het echt kapot goed. Echt? Als ik nu naar voren kijk, zie ik gewoon zwart. Oké, maar het is al genoeg. Lippenstift had ik al gehad. Mm-hmm. Volgens mij heb ik alles gehad, toch? Volgens mij ook wel. Ik ga geen oogpotlood doen, dat vind ik eng. Nee, is goed. Oké. Okay. Mag ik hem afdoen? Ja. Ik wil het zo graag zien. Dacht je echt dat het mooi was? Dacht je echt dat het mooi was? Ik zie niks, ja. Ik dacht echt dat het mooi was. Oh, Jesus. Ik ben zo benieuwd. Ik wil het zo graag zien. Je wenkjes heb ik dan op zich nog wel gewoon goed getekend, maar... Die zaten er al op. Waar heb ik nou die mascara zitten smeren, man? Nou, oh, die hier. Eyeliner was op zich nog wel in de beurt. Hier, tot hier. Nu weet jij, bol. Oké. Okay. Maar het wordt wel vies dan, hè? Ja, geen idee. Oké. Okay. Oh my god. Ik doe hem wel weer in de hand. Nou jongens, dat was het dus. Oké, dit is dus de uiteindelijke look. Waar was dit ook weer voor? Voor het uitgaan, toch? Ja, hiermee kon je naar de club. Oké, ik ga jou een bruidsmake-up geven. Ja, ik leg het even weer netjes neer, want ik heb er wel een zootje van gemaakt. Ik was helemaal de concealer vergeten. Oh, heb je al concealer? Ja. Oké. Okay. Nou, ik zie niks meer. Nou, ik wil dan wel met de concealer. Ik weet alleen niet... Deze is dat. Oké. Dus deze is nieuw? Ja. Oké, ga ik heel vliegtuig doen. Oh. Even, heb je even mijn ogen? Dit gaat nog goed volgens mij. Ik denk het ook wel. Een beetje voor het andere oog. Hoeveel vingers steek ik op? Ik heb mijn ogen dicht. Oh. Ik ben bang dat anders mijn wimpers afbreken. Wat? Okay. Je zat met je ene vinger in mijn oog. Poeder. Dat is deze van Almere. En die had je net voor de busje gedaan. Die poeder wel een beetje verneukt, man. Wacht. Ja. Nou, het voelt nog best wel goed.
Maar ik denk, met poeder kan je ook niet echt heel erg misgaan, denk ik. Nee, behalve dat ik het misschien heel erg oranje kon zijn, maar dat vond ik bij jou ook wel meevallen. Maar jij hebt echt de beste look gewoon om uit te gaan. Ja? Als je naar de Webo gaat of zo, ja. Ik hoop dat Wes voor je naar deze look ook nog wilt. Ik hoop het ook. Fleur, hier zit op het dekseltje te krijgen. Ja, hier zit je weer op de poeder, ja. Bruidse look, hè? Ja, moet wel een beetje getint zijn, weet je. Oké, dan gaan we naar de contour. Dat is dat grote palet. Oh, ik was eigenlijk zo leuk. Ik heb ook wel wacht. Nee, deze is er ook in. Zit die schuin? Nee. Wacht. Ik zet hem even hier neer, ja. En dan kan je gewoon nog het tafeltje. Wat de fuck is kwast? Hier is ze. Waar is die? Ah! Ik weet niet waar een kleurtje zit. Doe even visje. Ik ben kapot slim. Ik doe gewoon mijn vinger ertussen. Zo slim dat je zo omhoog prikt. Echt? Kun je weer vissen? Ik ga het proberen echt mooi te maken, ja? Oké, dan nog een beetje highlighter. Oh mijn god. Nog een keer vissen? Ik ga stuk. Ja, oh hier. Vis je? Oké. Nu ben je wel slank. Oh, een beetje je voorhoofdcontour. Jij hebt ook een groot voorhoofd. Oh, jeez. Net zoals ik. Ze gebruikt gewoon diezelfde die ze ook bij me. Oh, hier zit in mijn haar. Hier is mijn voorhoofd. Ja. Ja, dat voelt wel beter dan okay. Meer. Dan hebben we ook nog een andere heiligheid. Oh, dat ben ik bij jou vergeten, oogschaduw. Nee joh, dat heb je toch gedaan? Wat is dit? Oogschaduw. Oh, blush. Ja, die wil ik. Oh ja, ik had alleen die inderdaad. Ik had Smokey Eye gewerkt. Ja. Oh, hier. Ik denk dat het best wel een mooi make-upje wordt. Ik het ook. Zo mooi dat je er 120 duizend volgers bij krijgt. Echt? Maybe I can be a make-up artist. Nou, ik ben voor in ieder geval. Je bent in ieder geval geslaagd voor Halloween, denk ik. Echt? Ja. Oh, fijn. Wat zoek je? Die Essence Highlighter paletje. Oh, dit is hier. Even een beetje highlighter. Oh ja, want het is wel in haar handen dan, hè? Op je neus. Nou, bij deze ben ik Rudolf. Oké. Ik vind oprecht dat ik best wel mooi doe. Ja, dat dacht ik net ook. Toen was ik nog het ding afgeven. Maar wat deed je op zoek? Een oogschaduwkwast. Oogschaduwkwast. Dan oh, wacht. Heb je deze nodig. Oké. Ik ga voor de wat bruinere look in plaats van zwart. Oké. Oh, die is mooi bruin. Ja? Nee. Oh lord. Oké. Wel diezelfde kleur. Yeah.
Zo. We hebben nog een beetje highlights aan de binnenste ooghoekje. Even een slokje van koffie hoor. Welk oog is dit? Een beetje highlights zo. Voor de spark of voor de bruid. Filmt hij eigenlijk nog? Zie je nog in de tv een beeldje? Ja. Oké, top. Ga voor. Ja. Bij welk oog ook? Ja, ook. Oké. Dan wil ik natuurlijk ook een laagje eyeliner doen. Kijk waar die is. Oh, hier. Alles ligt een beetje door elkaar. Oké, wat is de doof? Want anders haak ik hem straks op zijn kop. Zo. Dit is het flesje. En dit is de doof. Oké. Okay. Net zo mooi als die van jou. Nee. Mascara. Doe je oog dicht? Mm-hmm. Mooi, denk ik. Heel geconcentreerd werkt dit. Zat. En? Ja. Oh, dit is volgens mij dat potloodje. Rewanked. Ik denk dat ik wel een goede techniek heb gevonden. Ik ga gewoon met mijn vinger mee. Dan kan ik voelen waar het is. Oké. Okay. Wat moet ik... Oh ja, lippen. Dat is deze volgens mij. Wauw! Oh ja, dit is het. Ja, je hebt wel een goeie. Ja? Ja. Wat zit je in? Oh, de lipstick. Die heb ik hier volgens mij. Ja. Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Heb ik nu alles? Voelt het goed? Volgens mij ook nog alles. Wil je nog een beetje extra blush? Ja, ja, dat vind ik wel. Heel lipstift naar de Filistijnen. Echt? Oh, ik hoop wel nieuw voor jou. Hij is alleen, nee, hij is alleen een beetje gekleurd, maar ik heb het al weggehaald. Oh, ik hoop wel nieuw voor jou. Oké, ik denk dat je wel een mooie bruidje bent zo. Oké, ik denk mag ik kijken? Ja, kom maar. Hij zit nu op de juiste plek, maar wel mooi wing. Mooi wing. Oké, okay, laten we het van dichtbij ons make-up laten zien. Nou, oh Lord. Dit is het bruidsmake-upje en de party make-up. Ja, echt. Het is beautiful geworden, vind ik. Ik hoop dat jullie het heel mooi vonden. Zo beautiful dat alles aan elkaar plakt. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vond je het leuk? Ja, ik vond het wel heel erg leuk. Om te... Het is zo lang geleden dat we dit hebben gedaan. Ja, de laatste keer was. Nee, jij zat in groep 8, denk ik. En ja, jij in de eerste. Oh Lord.
Ik ga eerst mijn handen wassen. Ik ook. Zit niet aan mijn trui? Nee. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je vaker een video met Jay wil zien, moet je even je duimpje omhoog doen. En even op Jay's kanaal abonneren. En dan zien we jullie snel weer. Doei! Doei. Oh my god, ik wil onszelf... We hebben helemaal niet onszelf gezien! 1, 2... Oh my god. Zo, ik ben echt een gothic bruid. Zeg, oh kijk dit dan, alsof ik... Doei! Ik ben net vrouw met snor. Vrouw met snor. Mijn wenkje zit inderdaad best wel mooi.